Da-mens. En Heer-en. Ik dank jullie wel dat jullie hier zijn, terwijl ik hier ben. Wel, nu. Nu, ik ken de tijd. Nu, die kwam van daar naar hier. Nu gaat van hier naar daar. Nu, de tijd verslijt. Nu, het nu. Vliegt. Terwijl ik nog naar achter kijk. Nu, de tijd gaat rechtdoor, maar in 5 minuten hier vandaan kan een mens nog alle kanten opgaan. Nu, tijd is een groter fortuin dan geld. Nu. Er zijn nog 22 wachtende voor u. Plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Helaas, plus de kosten. Onze medewerkers zijn momenteel in plus de kosten. Blijft u aan de lijn. Dit kan enige tijd duren. Houdt uw burgerservice-nummer gereed. Doet uw tienzijverig privé-telefoonnummer in, dan kunnen wij u sneller... Doet uw tienzijverig privé-telefoonnummer in, dan kunnen wij u sneller... Wist u dat u voor onze website alle updates Daarom, lieve mensen, ben ik mij bewust van de ernst van onze situatie. Ik sta hier en u verwacht iets van mij. U hoopt dat ik iets van uw tijd maak. Wel nu. Mijn voorlas uit het oneindige verhaal, waar het niets de schepping verzwolg. Ik wil weten hoe dat eruit zag, niets. Is dat wat tussen mij en het volgende object zit? Een eindeloze doorzichtigheid. Probeert u zich dat maar eens voor te stellen. Ziet u? U dacht aan mij. En ik dacht over mijn volgende woorden na. Op een dag werd ik ouder en verdwenen er steeds meer dingen in mij. Zonder het te weten liep ik door het donker en dacht niet meer voor of na. Ik wist niet meer waarom nog te bewegen en als ik wakker werd dacht ik, ach,
Ja. Ik hoorde fluisterende sleutelgaten en zag hoe het licht in en uit de lucht trok waar vogels vlogen en mensen zongen. Ik zag hoe het eten gegeten werd, maar zelfs dat deed me nergens meer aan denken. Tot ik in de laatste hoek van mijn verbeelding kwam en vond daar. Eindelijk. Niets. Niets.